Big Band is wel een vrij oude orkestvorm, maar is elke keer met tijd meegegaan. Big Band, woord zegt het eigenlijk al, is eigenlijk een grote band. Dat wil zeggen, er zit ook een ritmesectie in. Je hebt, net als bij een popband, heb je een basgitaar, elektrisch gitaar, je hebt piano en je hebt drums, aangevuld met percussion en soms nog meer instrumenten. En daarnaast heb je heel veel blazers. Dus er zitten iets van 4 trompetten in standaard, 4 trombones en 5 saxofoons, waaronder dan 2 altsaxen, 2 tenorsaxofoons en een baritonsax. Dat is eigenlijk een beetje standaard bezetting. Jullie zijn op zoek naar nieuwe leden. Dat klopt, dat is zo. Ja. En zoals elk jaar kun je wel weer nieuwe mensen gebruiken. Er zijn altijd mensen die, ondanks dat ze heel trouw zijn, moet ik zeggen. Je hebt echt mensen die wel 10, 20 jaar meedoen. Op een gegeven moment dan is het toch een keer dat ze toch een keer weer voor iets anders kiezen. Of wat dan ook, of geen tijd meer hebben. Dus op dit moment kunnen we vooral blazers goed gebruiken. Trompetten, trombones. Saxofoons ook, hoewel dat nu al behoorlijk begint vol te lopen nadat we behoorlijk in de krant hebben gestaan. En percussionisten kunnen we ook goed gebruiken. Dat is echt wel iets waar we weer naar op zoek zijn. Het is net wat ik zeg, het is gewoon nu, je moet nu echt heel goed je best doen om weer nieuwe mensen erbij te krijgen. Professioneel of is het een stuk gezelligheid? Nou, wij vinden gezelligheid ook heel belangrijk. Het leuke van deze big band is, zeg ik altijd, dat het niet uitmaakt wie je bent. Er zitten echt mensen bij van allerlei pluimage, allerlei achtergronden, van jong tot oud. We hebben ook mensen bij die echt al behoorlijk op leeftijd zijn, maar ook hele jonge mensen. En dat is nou juist zo leuk, omdat je hebt één passie met elkaar en dat is muziek. En het maakt niet uit wie je bent en hoe je bent. En het leuke is, vind ik ook, er zitten hele goede mensen bij. En er zitten ook wel mensen bij die er iets meer moeite mee hebben. Mensen die, die het minder makkelijk aankomt waaien. Maar je helpt elkaar. En het leuke is dat je in deze, als je hier in deze omgeving zeg maar binnenkomt als jonge muzikant. En met jonge muzikant bedoel ik niet qua leeftijd, maar iemand die nog niet zo lang bezig is bijvoorbeeld. En je hebt ongeveer 3 jaar les. Wij zeggen hier op muziekschool, je hebt hier een soort diploma-structuur. Binnen de blaasorkesten heb je A, B, C, D als niveaubepalingen. Bij de big band hanteren we altijd 3 jaar les ongeveer. Of ergens tussen A en B niveau. Als dat je niveau is, dan kun je al heel goed meedoen. Dan speel je dan niet meteen alles vlekkeloos mee. Maar je wordt wel ontzettend goed begeleid. En je hoort om je heen ook vaak hoe het wel moet. En dat is gewoon ontzettend leuk. We hebben in de loop der jaren echt mensen gehad die heel schoorvoetend begonnen. En die uiteindelijk de beste muzikanten geworden zijn. Dus het is ontzettend mooi om te zien. En vooral ook vind ik dat met elkaar samen doen. Dus die gezelligheid is heel belangrijk. Aan de andere kant zijn we wel echt muziek aan het maken. Dus we proberen ook wel vooruit te komen. Corona. Ja. Hoe gaan jullie daarmee om? Nou, tot nu toe, dat kan natuurlijk zo weer veranderen, maar tot nu toe mogen wij in deze concertzaal met 30 personen maximaal mogen we erin. Natuurlijk proberen we natuurlijk wel op het podium te zitten en de big band is op het moment, omdat we ook nog mensen zoeken nog niet helemaal compleet zijn, kunnen we nog makkelijk op het podium. We proberen 1,5 tot 2 meter uit elkaar te zitten en een beetje in piramidevorm. Dat lukt tot nu toe goed. En als die big band nog groter wordt, dan hebben we al gezegd, gaan we hier in de zaal, die je heel goed kunt zien, breiden we gewoon uit. En dan ga ik als leider gewoon ergens tussen de stoelen staan. Dus we proberen echt wel om die afstand te bewaren. Maar je merkt toch wel, ook al mag het, zijn er toch altijd mensen die het toch liever niet doen. Wij repeteren 1 keer per week, op de woensdagavond, een goede vraag trouwens.
Van 8 tot 9:30. In de concertzaal hier bij Boogie Woogie.